5000 singles heeft Theo stickers op zijn zolderkamer. Een uit de hand gelopen hobby die begon in de platenzaak. Dat was heerlijk natuurlijk. Je ging naar zo'n platenzaak toe en dan... uiteindelijk was je van plan eens een plaatje te kopen. Maar voordat je dat deed, ging je natuurlijk heel veel plaatjes bekijken en ook beluisteren. Voordat je er uiteindelijk dan degene kocht waarvan je al lang wist dat je hem zou kopen. Maar je maakte van de gelegenheid gebruik om heel veel plaatjes te beluisteren. Theo kwam ook in het kleine zaakje van Hans Breukhoven aan het Broersveld in Schiedam. Voor een LP betaalde je toen 21 gulden. Dat was een kapitaal bedrag destijds. En ja, toen kwam er zo'n heel klein platenzaakje. En die ging importeren uit Amerika. En die kwam toen met prijzen van 15, 16, 17 gulden. En dat was voor een arme student in die tijd, was dat een uitkomst. Hij kocht er deze, Songs for Beginners van Graham Nash. I am a simple man, so I sing a simple song. Het begon allemaal hier dus. Dit kleine winkeltje was de eerste free record shop. Hans Breukhoven stond er zelf achter de kassa. Dat weet John Havermans nog goed. Dan dacht je van, nou, we gaan even kijken of het nog nieuws heeft. En dan was hij dicht. Denk je, verdorie, wat is dit? Het is 2 uur in de middag, dat mag nou wel open zijn. En dan kwam hij aan in zijn grote sjees, helemaal afgeladen met LP's. Nou, Hans, moet je niet open? Wij willen een plaat kopen. Even uitladen. Oké, bij mezelf meehelpen, platen de zaak in. Ja, en dan drink je eerst nog een kop koffie die je dan wil zetten. En dan ging je toch wel weer met een tasje met een plaat de deur uit. John kocht er verschillende platen, waaronder deze, Brain Salad Surgery van Emerson, Lake en Palmer. Op zijn platen stond altijd zo'n klein rood stickertje van de Free Record Shop Broersveld 5. En daar is nog een hele rel over geweest, want hij heeft op een gegeven moment grotere stickers erop geplakt. Die waren 2 keer zo breed. Dan kan je ze goed zien. Nou, dat vonden allemaal maar niks. Veel te veel informatie op zo'n plaat. Die platenhoes was natuurlijk het mooist. Terug naar het nu. Op nummer 5 zit nu een kapperszaak. Hans Breukhoven komt er nog vaak, weet Ine Mientjes. Zij zit met haar zaak aan de overkant. Af en toe komt hij wel eens even kijken naar zijn pandje. Hij wil het niet kwijt. Het is nostalgie, zegt hij. Dus hij wil het graag behouden. Dus nou ja, ik hoop dat dat ook kan voor hem. Even verderop in Schiedam zit nog een free record shop. Het personeel heeft al 2 maanden geen salaris gekregen. We mogen niks vragen, maar samen met mijn radiocollega probeer ik het toch. En hoe lang jullie nog bij de free record shop werken? Kan ik niet zeggen. Weet ik niet. Nee. En onderling, praten jullie er veel over? Uiteraard. Maar ik wil het hier graag bij laten. En voor de rest wil ik u doorverbinden naar onze woordvoerder. Theo Stickers weet wel hoe het komt dat free record shop failliet is. Ik vind het erg jammer dat die zaken natuurlijk weggaan, maar ja, ik begrijp het wel. Want zeker zo'n free record shop, die kan natuurlijk niet leven van die paar idioten als ik, die eens een keer door die bakken komen rommelen. En John Havermans, hij kijkt met weemoed terug naar die tijd in het smalste winkeltje van Schiedam. Mijn zoon die is nou 18 en die zegt van, pa, kunnen we niet eens een platenavondje houden? En dan denk ik van, yes! En binnenkort houden we dus met vrienden ook van hem enkel platen. Een Pink Floyd avond. Dat ik gewoon een hele serie heb, alles heb dus. En dan denk ik van, nou, ben ik toch blij dat die platen verder allemaal nog goed hebben. Dat ze het goed doen. En dat ik er ook altijd weer plezier mee kan aan laten beleven.